Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Lisa en ik ben diëtist met Focus Plantaargeten. En in deze video wil ik het gaan hebben over vleesvangers. Ik krijg van mijn cliënten namelijk heel vaak de vraag of vleesvangers enerzijds uh, nodig zijn en anderzijds of ze gezond zijn. En daar wil ik het even over hebben. Nou, als we kijken naar gezondheid, dan hebben we in ieder geval wel iets anders nodig, namelijk peulvruchten. Peulvruchten zijn allerlei soorten bonen, linten, kikkererwten. En dit zijn de eiwitbronnen in een plantaardig En dit is ook de grondstof waar de meeste vleesvangers van gemaakt worden. En nu denk je misschien van, nou, waarom moet alles zo op vlees lijken? Nou, dat is eigenlijk heel logisch. De meeste mensen worden geen vegetariër of veganist vanwege de smaak. Nee, dat is de nummer één reden dat mensen nog vlees eten. Het gemak, de smaak, het gebruik. Logisch dat ze het Dierlijk zo maken hè? dat het moet lijken of vlees. Nou, en veel mensen vinden het ook echt lekker om te eten. Maar is het nou ook goed? We horen namelijk best wel vaak twee commentaren. Enerzijds dat het heel erg zout is, en anderzijds dat het geknutseld is. Hopelijk begrijp je mijn plaatje. Laten we die allebei even bespreken. Eerst het zoutgehalte. Het klopt dat vleesvangers over het algemeen wel wat meer zout bevatten. Zout geeft het product smaak. Um, zoutgehalte verloopt een beetje tussen 0 en, en 4 procent. Waarbij tofu nou, vrijwel niks bevat aan zout. Maar ja, dat voegen mensen thuis alweer toe om het uh, lekker te maken. En een ander uiterste is vaak meer de spekachtige vervangers. Die gaan wel tot meer dan 4 gram zout. Nou, er wordt in de industrie al behoorlijk veel gewerkt aan zoutreductie. Dus ik heb ook gemerkt hoor, dat de zoutgehalte in vleesvangers over de jaren heen wat gedaald is, dat ze het verminderd hebben, dat is heel goed. Um, en om een beetje ter vergelijking te zetten, je wilt onder de 6 gram zout blijven. Dat is een beetje het maximum op een dag. En heel veel dingen die je eet bevatten al zout. Denk maar aan brood en beleg, um, soep. Dus je wilt liefst niet te veel extra zout nog in een ander kant en klaar product. Nou, ik heb ook even gezocht op Albert Heijn Website van nou, wat voor producten zijn er nog meer met veel zout? Um, bijvoorbeeld rookworst bevat ook zo'n 2 gram zout, het dierlijke. Uh, kant klare maaltijden. Die zitten tussen de nou, 3 en 4 gram zout. Soms wel uitschieters naar 7,5 in één maaltijd. Nou, dat is gestoord veel. En kant -en klare pizza's, die zitten tussen de 4 en de 6 gram zout. Um, dus ja, in veel dingen die kant-en klaar zijn, zit al veel zout. Dus je wilt liefst niet te veel. Nou, zoals je hier ziet, zit er best wel veel verschil in. De boomburger en de vegan rulstukjes, die scoren best wel laag. Vervolgens komt er een beetje de kipsnitzel, hotdogs en dan de spekjes. Uh, en die zijn echt uitzonderlijk hoog. De meeste vleesvangers zitten rond de anderhalf gram zout of minder. Dat is mijn ervaring, dat het daaronder valt allemaal. Dat is te overzien. Dan de tweede. Is het geknutseld? Nou, ik heb even wat pareltjes voor jullie gevonden. Uh, de eerste is een kroketburger. Als je het etiket ziet, dan weet je natuurlijk al, mm, dit is niet hetgene waar jij je levenslust uit gaat halen. Nee, dit is gewoon lekker voor op een broodje. <laughs> en als je dan kijkt naar de ingrediënten, dan zie je al een heel lang lijstje. Ik heb eerlijk gezegd een paar ingrediënten moeten googelen, omdat ik het ook niet zo goed wist. Uh, niet alles hiervan is slecht, maar een deel wel. Een deel hiervan wordt toegevoegd puur vanwege de functie. En ik heb die even rood gemaakt. Hier zie je het wat visueler. Alles wat hier rood is, zit er niet in voor je gezondheid. Dat zit erin vanwege de functie die het heeft. Zo bevat het uh, suiker, hè, glucosestroop. Het bevat kleurstoffen, karamel en een ander moeilijk woord dat ik niet kan uitspreken. Het bevat uh, drie soorten verdikkingsmiddelen: uh, xantagrom, hydroxypropylmethylcellulose, guarpitmeel. Er zit ook nog aardappelzetmeel in, gemodificeerd, gemodificeerd aardappelzetmeel en gemodificeerd dus meisetmeel. Ik kan het amper uitspreken. Um, er is bij de Keurings van Waarde een hele leuke aflevering over gemodificeerd zetmeel. Het is een soort lijm, wat ook voor andere, in andere industrieën als lijm wordt gebruikt. Heel boeiend. Maar ja, dat zit er allemaal in om het letterlijk aan elkaar te plakken en het wat smaak en vulling te geven. Dus, dit zijn inderdaad de vleesvangers die je niet eet voor je gezondheid, maar omdat het lekker is. En dat is ook een prima legitieme reden om, uh, om te eten. Ik heb er nog één. Deze was nog ietsjes erger. Dit is de vegan cordon bleu. Ik heb die vroeger wel eens gegeten. Er zit een vegan kaas in als het goed is en een vegan ham. Ja, ik vond het best wel oké, okay, best wel lekker. Maar je ziet al, het is niet gezond. Dat is ook een beetje een illusie als je denkt dat als je van een dierlijke cordon bleu naar een vegan cordon bleu gaat, dat je er heel goed op vooruit gaat. Nee, dat gebeurt vooral als je linzen gaat eten of kikkerten. Nou, ook hier zie je een hele lange lijst. Ik heb hier weer even alles rood gemaakt, waarvan ik in ieder geval al zeker wist van nou, hier heb je niet zo veel aan. Dus waar je wel wat aan hebt is het tarwe-eiwit. Er zitten ook specerijen in. Ja, top, mag. En dan onderin vind je ook nog wat kleurstoffen. Beta-carotene. Ook prima, dat zit ook in wortels. Maar een heel groot gedeelte is rood. <laughs> en daar heb je gewoon niet zo veel aan. En als je het vaak eet, dan zal je, je niet heel fit gaan voelen. Ook hier lijkt het alsof er heel veel e-nummers in zitten. En in de vorige niet. Nou, dat komt niet omdat deze wel E-nummers heeft en die ander niet. Alleen tegenwoordig is het een beetje een trend om ingrediënten lang uit te schrijven. En de E-nummer weg te laten van het lijstje. Omdat E-nummers een slechte naam hebben. En Xanthan zonder E-nummer klinkt minder eng ofzo. Nou, het is een beetje een clean label achtige praktijken. Waarbij veel natuurlijke producten worden gebruikt met dezelfde eigenschap als een E-nummer. Omdat consumenten liever geen E-nummers op producten zien. Um, en dat wordt heel veel gedaan. Volgens mij bij de vorige, als ik even terug ga. zag ik hier nou ook uh, gistextract. extract Nee, bij deze. Ja, hier. gistextract. Um, hier rechts onderin. Uh, is gewoon E621. He, MSG. Wat veel mensen ja, eng vinden. Ja, het is gewoon een uh, smaakversterker. Waardoor het product lekkerder wordt. En de fabrikant meer verkoopt. Nou ja, dit zijn inderdaad hele geknutselde. Maar laten we ook niet doen dat alleen de vleesvervangers geknutseld zijn. Ik heb hier even een vegan gakbal en een dierlijke gakbal. En ze hebben allebei een lange lijst. Ze hebben allebei allerlei producten erbij om er iets van te maken. Um, het is namelijk heel groot verschil met wat de grondstof was. Er moet wel wat doorheen. Dus ook bij de dierlijke variant zit uh, iets van drie, vier soorten suiker: dextrose, gewone suiker, maltodextrine, gekaramelliseerde suiker. Uh, allerlei soorten aroma's, ook weer gistextract. Het wordt ook volgestopt met dingen. Om er een smaakvol product van te maken. Dus als je bijvoorbeeld een vleeswarm vergelijken vergelijken dan ook wel met een bewerkstuk vlees. Dat is wel zo eerlijk. Ook hier zie je weer dat de gehaktbal van de Veegtaarslager geen E-nummers heeft. En die, uh, de dierlijke wel, maar dat is puur omdat de Veegtaarslager het lang uitschrijft. Dus uh, de gistextract staat niet met een E-nummer. Uh, de verdikkingsmiddelen methylcellulose heeft ook gewoon een E-nummer, maar dat hebben ze niet gedaan, waardoor het beter lijkt, hoeft niet. Nogmaals, er is ook niks mis hoor met een E-nummer. Helemaal niet. Alleen het is puur een beetje branding of zo. Maar ja, ik heb nu wel wat dingen laten zien die niet zo heel goed zijn. Maar er zijn ook voedzame vleesvangers. En die komen er steeds meer. En aan de uiterlijk kan je niet altijd goed herkennen of het oké okay is. Dit zijn een paar um, voorbeelden. Bijvoorbeeld uh, pitkatofu reepjes, of van natuurlijk heb je kipstukjes, die zijn heel puur. Uh, van pulled oats heb je stukjes met eiwit, laat ik ze nog zien met voedingswaarde. Nou, dit zijn prima producten. Dit is voor overwegend gewoon heel goed voor je. En ja, er zitten wat smaakdingen bij en wat zout. Maar anders is het niet te eten. Dus het heeft echt een functie. Dus als je het lekker vindt, ja, eet het gerust. Hier ook nog even de pulled oats en de burger van Garden Gourmet. Nou, de pulled oats, je ziet al meteen dat het heel weinig ingrediënten heeft. Het is een heel puur product. En dat proef je ook. Het is op zichzelf niet zo boeiend. Dat, dat moet je dan door een roerbak doen met een woksausje bij wijze van. Rechts zie je de Garden Gourmet burger. Die ziet er best ongezond uit. Tenminste, dat was mijn indruk. Maar voedingskundig is het best wel oké. Okay. Het heeft voornamelijk gewoon heel veel goede stoffen. Bevat ook wel olie. Maar dat kun je ja, compenseren door de burger zonder olie te bakken. Verder wat aroma's, alcoholen zijn. Het valt wel mee hoeveel erin zit. En weet ook dat de ingrediënten op volgorde staan. Dus als je ergens zout ziet staan, dan zit er na het zout alles er maar heel weinig in. Er zit überhaupt maar 0,73% zout in. Dus alles daarna is een beetje het verwaarlozen. Dus er zit wel wat uh, methylcellulose in, maar het is maar heel weinig. Dus deze zijn best wel oké. Okay. Nou, tenslotte, wat, wat doe ik dan? Ik ben heel erg gek op dus ik kook heel graag met kikerten, of ik maak een linzensoep of lekker een bonensalade. Maar vleesvangers, die kan ik ook wel waarderen. Niet zozeer de varianten die lijken of vlees, daar heb ik wat minder mee. Maar stel wij eten een, een broodje met burger, dan koop ik graag een linzenburger of een bonenburger. Ook de vegan-kipstukjes vind ik heel lekker door een curry heen. Dus dat is een beetje waar we tussen wisselen. Dus soms gewoon de pure pilvrucht of eigenlijk overwegende pure variant. En af en toe een kant-en-klaar product voor, voor de smaak. Ik ben heel erg benieuwd of jij vleesfarmers eet, wat jij ervan vindt, en of jij nog wat paaltjes hebt gevonden met een verschrikkelijke voedingswaarde. Laat het me weten hier in de comments.